FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Robije Sportswear. Robert, 2-2 tegen Heracles. Is dat zuur of misschien ook best wel lekker? Ja, we wilden er graag 3. Maar als je een kwartier na rust met 0-2 achter staat en je kan terugkomen met wat lef en met energie. En ja, als je dan toch nog een punt pakt, dan denk ik dat we mogen spreken van een lekker punt. Maar goed, we wilden er graag 3. Ja, mooi dat we aan het einde van de wedstrijd met z'n allen voor die 3 punten wilden gaan. Dat zegt genoeg over de groep en het publiek. Enorm compliment voor de supporters. Echt enorme steun in die laatste fase, ook nog na de wedstrijd. Dus dat kan ons heel veel brengen in thuiswedstrijden. En uiteindelijk wil je voor die 3 punten gaan. Maar gezien hoe moeilijk die wedstrijd was, compliment aan de groep dat we zo terug zijn gekomen. Het publiek, dat noemde je, dat was na de eerste helft en na de 0-1-0-2 iets minder tevreden. Hoe zou jij die eerste 70 minuten van deze wedstrijd omschrijven? Ja, ook wij, hè? Iedereen in de kleedkamer. Je baalt natuurlijk, omdat je weet van we kunnen veel beter. Maar nogmaals, er zijn allemaal mensen en dan is het niet altijd zo makkelijk als even een actie misgaat. Ik denk dat het die eindfase vandaag, dat het heel veel energie geeft. En je ziet ook dat alle spelers belangrijk zijn. Invallers kunnen het verschil maken. Daar hebben we het vaak over. Maar het is mooi als het dan ook vandaag zo uitkomt. We kwamen niet via de opbouw hoger op het veld om tot kansen te komen. Dus we creëerden weinig. Hoe omschrijf je dat? Ja, gewoon niet goed genoeg. En dan moet er iets gebeuren. Dus 2 goals tegen. Willen wij alles van ons afgooien en een beetje gaan voetballen. En aan de ene kant ben je blij dat dat gebeurt en dat we terugkomen tot 2-2. Maar aan de andere kant heb je een shitgevoel dat dat niet vanaf minuut 1 zo is. En daar moeten we keihard aan werken. Is dat dan een kwestie van misschien deels een off day hebben of gewoon niet goed genoeg zijn? Nee. Want je ziet dat we het wel kunnen na 0-2. En dus, of het nou met een bepaalde angst te maken heeft of een druk dat we misschien moesten winnen. Maar goed, dan nog was er niks aan de hand. Hè. Het is toch gewoon 0-0 met rust. En in een tijdsbestek van 10 minuten volgens mij staat het 0-2. Dus het was niet goed, maar het stond ook gewoon 0-0. En wat ik net al zei, als het dan 2-0 staat en je komt terug tot 2-2, dan moeten we ons handen dichtknijpen. Kun je ons een beetje een inkijkje geven in wat er dan in de rust zoal gezegd wordt? Want je gaf zelf van het draait dan niet lekker en zelf zijn we natuurlijk ook niet tevreden. Kun je ons een beetje meenemen in hoe je dat dan aanpakt in de rust? De spelers krijgen sowieso eerst een moment voor zich om even tot rust te komen. Dan heb je betere focus, aandacht. Je kijkt wat iedereen nodig heeft lichamelijk. En dan heb je het vooral over oplossingen. Omdat om het over iets te hebben wat al is gebeurd. Ja, je moet vooral kijken van hoe gaan we dat doen in de tweede helft. En daar maak je samen afspraken mee. En soms ondersteun je dat met beelden kort. Zodat iedereen ook dezelfde dingen voor ogen heeft. En dan ga je met dezelfde ideeën weer naar buiten. Jouw goal, kun je me een beetje omschrijven? Hoe ging dat? Want het was een beetje flipperkastachtig leek het. De bal wordt ingebracht en wij hebben altijd standaard loopacties. Ik ga naar de eerste paal en in de tweede fase ben ik dan dus de tweede paalbezitter. Nu kwam hij gelukkig vanuit de tweede fase weer terug bij mij en toen kon ik hem binnenkopen. Die laatste 20 minuten, vooral na de 1-2 van Ben Amar, kwam het vuurtje natuurlijk een beetje op gang, begonnen de kansen te komen. Heb je dan ook echt iets veranderd om de wedstrijd te doen kantelen of viel het gewoon ineens op zijn plek? Ja, wat ik zeg, dat is op het veld voel je een heel andere energie. En als je geloof hebt in je acties, dan kan ontzettend veel loskomen. En dan heb je ineens iets meer dynamiek. Spelers willen de bal hebben. Ik denk dat dat echt een verschil maakt van ons. Als we ons niet verstoppen, maar als we voor elkaar opties bieden en als wij aan de bal willen komen, dan zijn wij een goed ploeg. Dan moet je naar die 2-2 moet je naar binnen toe en dan heb je natuurlijk nog weer even een moment om de boel op te peppen. Dan krijg je daarna nog 8 minuten om te zoeken naar de winnende. Heracles natuurlijk net zo. Wat zeg je dan als je met z'n allen binnen zit en je voelt dat je die wedstrijd misschien nog wel kan gaan winnen ineens? Ja, dan moet je vooral dat moment in je voordeel gebruiken. Niet dat je denkt van nu breekt het ritme of het momentum. Dus je gebruikt het vooral om weer energie te krijgen. We wilden eigenlijk net 2 wissels nog uitvoeren. Door zo'n moment heb je net nog de mogelijkheid om weer energie te krijgen, even een behandeling te pakken.
En ja, nogmaals, misschien even in de hoofd te zitten van de tegenstander. En een plan te maken voor die laatste 6 minuten om te winnen.